Oké. Ik wou echt al heel lange video's op hen. En laten we er maar direct in vliegen. Let's go. Yo YouTube, Acid hier met vandaag een nieuwe Advanced Warfare video. En ik heb vandaag echt super veel zin om een video op te nemen. Advanced Warfare niet. Ik ga weer dood door de no-scope 360'ers. Holy shit, we hebben gewoon een no-scope. Maar deze video zou geen video van mij zijn als we geen leuk onderwerpje hadden in deze video. En ook zou ik heel graag bedankt willen zeggen tegen mijn mama voor de bouwlamp die ik heb gekregen. En die staat nu op mijn televisie. En ik denk dat jullie mij nu veel helderder zien. Want mijn webcam is altijd raar, omdat de belichting niet goed was. Dus ik hoop dat jullie mij nu lekker helder kunnen zien. En ja, je hebt het goed gelezen. De titel van deze video is Slechte YouTubers. En vele mensen voelen zich meteen aangesproken als je zegt slechte YouTubers. Je wil gewoon niet weten hoeveel berichten ik krijg op Facebook waarin beginners vragen aan mij tips en wat ik vind van hun channel en wat ik verbeteren kan doen aan hun video's. En ik ben het eigenlijk een beetje beu om elke keer dezelfde tips te geven, want elke beginnende YouTuber maakt ongeveer dezelfde fouten. En daarover ga ik het in deze video met jullie hebben. Je kan nu zeggen, hey Sid, waar slaat de titel dan toch op? Wel, eigenlijk die titel is 50% misleiding, 25% aantrekking van jullie om erop te klikken en die andere 25% is gewoon random shit. En ik wil nog steeds sponsoring van Doritos, dus daar zit er ook een klein procentje. Maar dus laten we maar direct beginnen met de tips die ik geef aan YouTubers die zeggen van hunzelf dat ze slecht zijn. Het eerste wat ik al kan zeggen is, begin niet met YouTube als je alleen maar gaat kunnen zeggen van jezelf dat je video's slecht zijn. Een grote tip die ik je kan geven is, ik maak video's alsof ze voor mezelf zouden zijn. En daarmee bedoel ik, maak geen video's die je zelf saai vindt. Maak video's waar je zelf graag naar kijkt bij andere YouTubers. Daarmee bedoel ik, kijk jij graag naar mijn live commentaries? Probeer dan zelf iets gelijkaardigs te maken. Niet volledig hetzelfde zijn, want copy-paste werkt niet op YouTube. Zoals ik al in elke video waar ik een soort van tipje geef, zeg aan jullie, mensen komen naar je channel als je iets doet wat anderen niet doen. Als je een soort van eigen stijl creëert. Dus zoals ik al zei, probeer de live commentaries een beetje na te doen. Qua editingstijl, niet qua praten. Gewoon probeer er een soort van eigen toetje aan te geven. En stop daar niet meteen mee als je 7 dislikes krijgt. YouTube in het begin is rot. En daar kom ik dan op mijn tweede punt. Je moet tegen kritiek kunnen. En ik heb het niet alleen over kritiek van haters, maar dan ook over kritiek van mensen die echt kritiek geven, een dislike geven en dan in de comments zetten wat ze slecht vonden. Met deze mensen heb ik geen probleem. Ze disliken en ze zetten in de comments wat ze beter vinden. Ze blijven beleefd en ze schelden je niet uit als slechte YouTuber. Maar dat boeide mij niks. Ik weet niet hoe het komt. Nu wel. Stel ik heb nu 9 dislikes en 1 like. Ik denk dat ik gewoon direct stop met YouTube. Maar vroeger, ik had 1 video waar ik 28 dislikes op had en 3 likes. En ik heb die video gewoon online laten staan. Ik heb die dan achteraf wel verwijderd, een paar weken geleden. Omdat ik het erg vond dat ik zoveel dislikes had. Maar het begin van YouTube is moeilijk. En stop daarom niet direct, want ik ken heel veel YouTubers die 2 video's uploaden. Zeggen dat ze er superveel werk in stoppen. En dan gaan ze heel hun channel verwijderen door haat. Als je niet tegen kritiek kan, begin niet met YouTube. YouTube is gewoon een soort van sociaal netwerk waarop je in het begin uitgescholden wordt. En na het uitschelden, ik denk dat het even tijd is voor een quote van de dag. Dus ik ga nu droevige muziek opzetten, black and white op de video zetten en een quoteje vertellen. Everyone wants happiness. No one wants pain. But there can't be a rainbow without a little pain. Wauw. Dus voor degenen die geen Engels kunnen, wat ik net heb gezegd is, iedereen wil blij zijn en niemand wil pijn hebben, maar er kan geen regenboog zijn zonder een beetje regen. En dat is echt een van de beste quotes die ik ooit heb gehoord in mijn gehele leven. Want het is ook zo. Vooraleer je een beetje succes kan hebben op YouTube, een beetje likes, leuke views, leuke comments, moet je eerst door een muur van haat breken en tonen dat de haters je gewoon niet neer kunnen halen. Laat ze gewoon denken dat ze ook een view zijn, dat ze ook iemand zijn die naar je video's kijken. Want meestal zijn de dislikers de mensen die jaloers zijn op je, je video's wel heel goed vinden, maar gewoon niet willen dat je het haalt, omdat, ik weet het niet, omdat ze gewoon jaloers zijn. En daarom moet je je niet laten doen. Veel mensen laten hun dan doen. Juist op het moment dat ze een goede video maken, worden ze gedisliked door één dude, gaan ze die video verwijderen. Maar meestal is de dude die je dislike bot ook een YouTuber die minder subs heeft dan jou en ook niet zo goed is. Maar ik ga nooit zo ver gaan dat ik iemand zijn video's ga beginnen disliken met 4000 accounts. YouTube, ik weet zelf hoe serieus YouTube is. Ik weet zelf hoe droevig kan worden als een video waar je echt veel werk hebt ingestoken gedislikebot wordt, moet je maar eens kijken naar mijn Bob Jaanland vlog. En dan nog een van de grootste tips die ik je kan geven. Doe het niet voor de views. Doe het niet voor de likes en doe het niet voor de fame. Doe het om plezier te maken. Om vrienden te maken, om nieuwe mensen te leren kennen en om gewoon iets bij te leren. Als je begint met YouTube voor de fame, dan ga je stoppen door haters. En nu, ik weet niet of er iemand aan het kijken is die al eens is gestopt met zijn channel door haters. Maar laat jij eens weten in de comments. Want als jij het doet om vrienden te maken, om dingen bij te leren en om plezier te hebben, waarom stop je dan door haters? En ga nu niet disliken omdat wat ik net heb gezegd dat je denkt dat dat grof is. Want het is echt zo. Stoppen met je kanaal door haat. Aan de ene kant, als het er echt over gaat, als ze echt lachen met je uiterlijk. Oké, maar ik denk niet dat er op YouTube veel mensen uitgelachen worden met hun uiterlijk. Zo erg is YouTube ook niet. Ik weet niet wat dat was, maar die mensen waren elkaar aan het neuken of zo. En daar is er nog iemand en holy shit. Er zijn nou wel heel speciale dingen die je ook kan doen. Zoals de tags, de titel, de thumbnail, de YouTube kwaliteit. En dat is allemaal heel belangrijk. Maar in het begin ga je daar nog niet zo op letten. In het begin is het belangrijk dat de wil er is. Dat je wel bekend wordt... Dat je het wil doen, dat je het wil bereiken, dat je wil video's maken en dat je er echt naar streeft om ooit bekend te worden. En er naar streven is niet hetzelfde als het echt alleen maar doen om bekend te worden. Elke YouTuber wil bekend worden, maar we doen het er niet voor. Ik weet niet of ik later professioneel YouTuber ga worden en als het zo zou zijn, oké. Maar als het zo blijft als nu en als ik zou stoppen op mijn 18 met YouTube... Dan heb ik een hele leuke tijd gehad. En is het zeker een verhaal die ik kan vertellen aan mijn kinderen, aan mijn vrouw, aan mijn oma en opa, aan mijn kleinkinderen. En daarvoor doe ik het gewoon omdat ik het leuk vind. Van het opnemen tot het editen, tot het gameplays maken. Ik vind het allemaal leuk. Livestreamen met mensen die ik heb leren kennen door YouTube. Afspreken met mensen die ik heb leren kennen door YouTube. En skypen met mensen die ik heb leren kennen door YouTube. Zo'n dingen, daarvoor doe ik het. Jongens, bedankt om het kijken naar deze live commentary. Ik vond het leuk. Vonden jullie het leuk? Zeker een duimpje omhoog. Laat weten in de comments wat jij van mijn tips vond. Vind je dat ze nergens op sloegen? Laat dat weten waarom. Klik je op de dislike knop. Laat dat weten waarom. Ik ben Acid. Ik zeg boys, tot de volgende keer. Adios. 100 likes kunnen we doen. Morgen een nieuwe live commentary. Let's go.